Hoi, ik ben Paul Visser en ik ben gevraagd door het bestuur van Navigators Leiden om op het kerstconcert iets te komen zeggen. Ik ben predikant in Amsterdam, nu bijna 10 jaar. En ik heb daar allerlei mensen juist rond de kerstdagen ontmoet. En er is altijd een soort verlangen om toch iets goeds te ervaren, te ontvangen, te beleven. Mooi is dat, dat verlangen blijft. Dat het kwaad ons niet zo te pakken heeft genomen dat we niet meer zouden verlangen naar het goede. Naar vrede. Naar goede verhoudingen. Naar geborgenheid. Maar goed. Ik ga het op deze kerstavond hebben over het kerstverhaal als een verhaaltje van niks. En dan denk je, nou ja, wat gek. Dat is ook niet echt reclame. Nou, juist omdat het een verhaaltje van niks is op het eerste gezicht, zou het wel eens het beste verhaal kunnen zijn wat je kunt horen. Niet wat je bedenkt, want het is niet bedacht. Wij zouden wat anders hebben bedacht als wij het voor het zeggen hadden gehad. Goed, weet je welkom.